Dat is raar. Er brandt licht in het museum. Ik dacht dat er geen elektriciteit was. En dat is niet alles. Kijk. Grote gekko's. Romeo, slap. Nu weten we wie hierachter zit. Naar de gekkenmobiel. Inderdaad, ik heb het museum overgenomen. Wat ben je van plan, Romeo? De batterij van mijn lab moet opladen. En het duurt echt eeuwen. Dus dit is even mijn basis tot ik klaar ben met mijn kleine kist vol kwaad. Kleine kist vol kwaad? Precies, ja. Als ik klaar ben, zal de hele stad veranderen in mijn eigen privéstad. Opgedragen aan mij. Ik noem het Romeo-stad. Daarnet zei u nog dat het Romeopolis zal heten. Ik ben er nog niet helemaal uit. Vergeet het, Romeo. We komen binnen en maken een eind aan jouw plan. Oh, dat denk ik niet. Zie je? Het museum is omringd met booby-traps. Jullie raken hier echt nooit binnen. Oh, dat zullen we nog wel zien. Gekko, stop! Uh-oh. Superkat, sprong! Alles! Dank je. Huh? Dank je om mijn boobytrap te testen, hagedisje. Fijne nacht nog, pyjama-aapjes. Alles oké, gekko? Ja, hoor. En nog beter als we binnen kunnen raken. Gekko, heb je het dan niet gehoord? Romeo heeft overal boobytraps geplaatst. Misschien is binnen geraken niet de oplossing. Maar we kunnen hem alleen stoppen als we binnen geraken. Maar als we nu eens in plaats van naar binnen te gaan, Romeo naar buiten proberen lokken. Goed idee, Olet. En ik denk dat ik al precies weet hoe.